Afgelopen maart was de tweede ramkraak van dit jaar bij jouw winkel Bas de Wit. Ja. Wat doet dat met jou als ondernemer? Ja, enorm veel. Hè. Je wordt er moedeloos van. Als, uh, als je net je puin herstelt van de ramkraak van januari. en je wordt weer s'nachts uit je bed gebeld door de alarmcentrale. en je, je, je komt weer één grotere vaasje, uh, kom je tegen. Ja, dan, uh, dan zakt wel even de moed in je schoenen. Ja, want inderdaad ook nog coronatijd. Jullie ja. zijn dicht. Ja. Hoe sla je er dan toch doorheen, door zo'n moeilijke tijd? Ja, nou ja, kijk, we hebben een goede webshop lopen en, en een hele trouwe klantenkring. Dus we zijn veel naar klanten toe gereden, we hebben bezorgd. Er werd veel via de webshop besteld. Um, alleen ja, je bent niet open, waar een winkel voor bedoeld is. Klanten ontvangen, je collecties laten zien en je, en je persoonlijke service verlenen. Ja, dat kan dan niet. Maar de, de moed om het te ondernemen is nog steeds niet in een schoenen gezakt bij jou. Je gaat door. Nee, ja, op dat moment natuurlijk wel even wel. Maar ja, je, uiteindelijk sta je ook weer, uh, weer op en uh, ga je weer verder. Want ondernemen, dat, uh, dat is nou eenmaal waar we goed in zijn. En, uh, en we dat met 13 jaar al uh, met passie aan het doen zijn. Dus dan ga je altijd verder. Want wat voor maatregelen heb je moeten treffen uh, om de winkel beter te beveiligen nu? Nou, we hebben nu uh, van de gemeente uh, tijdelijke uh, rampalen gekregen. Beton, uh, betonpalen die voor de deur staan, uh, zodat je dus niet meer een ramkaak uh, kan uh, veroorzaken hier. Uh, rolluiken worden geplaatst. Uh, ja, zo zijn we de continue winkel beter aan het beveiligen. Want die rolluiken, dat is wel een lichtpuntje eigenlijk misschien. Die kunnen ja. door een crowdfunding uh, worden vergoed. Ja, uh, bijzonder. Uh, echt overweldigend uh, uh, het bedrag wat er is opgehaald. Überhaupt natuurlijk het initiatief om een crowdfundingactie voor mij op te zetten. Hè, dat is iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. En uh, ja, dat geeft natuurlijk enorm veel warmte en, uh, en positiviteit. En dat er dan ook nog zelfs massaal is uh, gedoneerd, ja, dat doet heel erg veel met ons. Want bijna 6.500 euro nu. Ja. Had je dat verwacht? Nee, uh, überhaupt geen crowdfundingactie uh, hadden we verwacht. Dus het feit dat dat al uh, op is gezet uh, was al geweldig. Ja, dat het dan ook nog massaal, uh, massaal is gedoneerd, ja, dat is ongelooflijk. En hoe gaat het nu met jou? Ja, bij mij gaat het uh, uh, goed. Hè. Uh, persoonlijk gaat het met me goed. De winkel is natuurlijk nog wel half open. We zijn open voor winkelen op afspraak. Dus in ieder geval een eerste stap. Maar ja, we willen natuurlijk heel graag gewoon open, zodat het niet meer die drempel is om uh, te komen winkelen enkel op afspraak, maar dat je gewoon lekker als consument ook weer gewoon in en uit kan lopen hè, en, en onze collecties kunnen verkopen.